Ja, welkom. Leuk dat je kijkt naar de tweede deel van deze masterclass Take Action Young Experts. Uh, we gaan het hebben over jongeren en hoe zij de coronacrisis ervaren en hoe we hun perspectieven ook wat beter kunnen betrekken bij uh, beter beleid. En dat doe ik gelukkig niet alleen, maar met neurowetenschapper Eveline Kroonen en gedragswetenschapper Lisanne te Brinken. En in deze, uh, in deze sessie gaan we het specifiek hebben over de vraag waarom kan de een beter met tegenslagen omgaan dan de ander. Welkom uh, Evelien en Lisanne. Dankjewel. Ja, misschien uh, kun je alvast een, een belangrijk inzicht delen over, over jongeren en, en, en veerkracht uh, eigenlijk. Zeker, ja, want ja. we hebben het hier over waarom kan de een beter met tegenslagen omgaan dan de ander. En dat vraagt dus eigenlijk om veerkracht. En veerkracht betekent het kunnen opveren als het even tegen zit. Um, maar we denken heel vaak dat veerkracht in een persoon zit. Hè. Je moet als persoon. Veerkrachtig zijn, maar dat is een misverstand. Want veerkracht zit ook in allerlei lagen eromheen. Zelfs als je als persoon, persoon niet veerkracht ben, bent, veerkrachtig bent, dan kan je familie dat wel zijn, of uh, de wijk waarin je opgroeit, uh, of de regering, die kan wel of niet veerkrachtig zijn. Dus we moeten dat echt veel breder zien dan alleen maar de verantwoordelijkheid van één persoon. Ja, we gaan er zo over verder praten. Uh, je kunt ook als je kijkt je vragen stellen. Dan gaan we die in de loop van deze sessie bespreken. Uh, maar voordat we dat doen uh, beginnen we met een korte wetenschappelijk onderbouwde animatie over jongeren en tegenslag. De fact: Hoe gaan jongeren om met tegenslagen? De wereld om ons heen verandert steeds. Soms is dat een grote trend, soms een heel persoonlijke situatie. Gelukkig zijn de hersenen van jongeren flexibeler dan die van volwassenen. Ze kunnen zich makkelijker aanpassen en sneller leren. Dat is belangrijk, want zo heb je veerkracht en kan je je makkelijker aanpassen aan de omstandigheden. De mate van veerkracht verschilt wel per jongere. Dat kan liggen aan persoonlijke eigenschappen. Zelfvertrouwen, gevoel voor humor, temperament en goed kunnen omgaan met stress kunnen ervoor zorgen dat de ene jongere veerkrachtiger is dan de ander. Veerkracht is ook te trainen als het ware. Zie het als een immuunsysteem. Het bouwt zich op door af en toe ook blootgesteld te worden. Daarom is het ook niet altijd goed om stress te vermijden of zelfs te negeren. Het leren omgaan met stress kan meer voor vaardigheden zorgen zoals positief denken, nadenken over oplossingen en praten over je gevoelens. Daarnaast draagt ook de omgeving van de jongeren bij aan de veerkracht. Zo spelen hulp en steun van ouders een heel belangrijke rol wanneer moeilijke omstandigheden zich voordoen. Jongeren ervaren daardoor een betere kwaliteit van leven. En ook de vrienden om jongeren heen dragen bij. Uit onderzoek blijkt dat jongeren die twee of meer vrienden hebben, minder angstig of depressief zijn. Die steun van vrienden helpt de jongeren ook nog als ze later volwassen zijn. Ja, steun en hulp zijn dus uh, erg belangrijk en ook ouders worden hier expliciet uh, genoemd. Uh, jullie hebben onderzoek gedaan naar jongeren en hoe zij zich voelen in de coronacrisis. Blijkt daar ook uit dat die ouders uh, belangrijk zijn. Ja, dat is, dat is precies wat er werd gevonden. Dus het was eigenlijk uh, uh, als ouders meer stress ervaren, uh, dan ervaren jongeren daar ook problemen van. Uh, dus de stress bij ouders is eigenlijk heel erg belangrijk voor hoe jongeren met deze uitdagingen omgaan. Ja, en die ouders hebben, neem ik aan, ook nogal wat stress misschien tijdens de coronacrisis. En zeker nu weer met een extra lockdown. Dus dat is voor ouders stressvol. Dus nogmaals, om terug te komen op: veerkracht zit in alle systemen. Het is ook belangrijk om de ouders weer te steunen, dat zij weer hier goed mee Omgaan, want daar hebben hun kinderen ook weer heel veel aan. Ja, dus niet alleen via jongeren, maar dat je ook via ouders die stress hebben, dan weer stress bij jongeren weg. Ja, het heeft al allemaal met elkaar te maken. Maar het ja. is belangrijk dat we er oog uh, voor hebben, dat die verschillen er zijn. En sommige ouders hebben misschien helemaal niet zoveel stress en die kinderen komen er vrij uh, goed uh, doorheen. Uh, maar anderen wel. En dat is uh, belangrijk om te zien. Ja, Lisanne, kun jij iets in het algemeen zeggen over, over of jongeren dan meer of minder stress ervaren of wisselt dat heel erg? Zeker, ja. Uit ons onderzoek uit gegevens uit mei bleek dat zowel jongeren als studenten over het algemeen meer gevoelens van kracht ervaren dan gevoelens van stress of depressie. Dus dat toont ook weer aan dat jongeren eigenlijk heel veerkrachtig zijn. Maar onze nieuwste gegevens uit november laten wel zien dat er een afname is van die gevoelens van kracht en een toename van gevoelens van stress, vooral bij de groep tieners. Ja, dus dat is misschien zo'n eerste golf dat je toch de schouders rondloopt en dat, je, dat ze nu misschien denken van, poeh, hoe lang gaat het nog duren? Ja, ja dat is echt wel belangrijk. En uh, er is ook zeker een groep waar wij ons echt wel zorgen over maken. Nu, ook daar heeft ook kansenongelijkheid een, een, speelt kansenongelijkheid daar een rol mee. Dus uh, het is daarin wel belangrijk dat we daar echt oog voor blijven houden. Ook voor de jongeren waarmee het nu niet zo goed gaat. Ja, nou krijgen we ook heel veel uh, vragen binnen over hoe je jongeren dan moet begeleiden hè, bij het uh, verwerken van, van, van stress. Um, en Janneke vraagt uh, hoe we dan uh, jongeren uh, die in de knel zitten beter kunnen begeleiden. Uh, Eveline? Ja, het probleem is dat jongeren die uh, veel stress ervaren, die zijn in deze situatie niet zo zichtbaar. Uh, dus uh, we zien niet, weet je, de jongeren die uh, op uitgaan en risico's nemen, die zijn heel zichtbaar. Maar de jongeren die in de knel komen, die zie je eigenlijk niet. Uh, en die groep die neemt wel toe. Uh, dus het, is niet, het gaat niet over alle jongeren, maar het is wel een groep die onzichtbaar is en niet goed, uh, niet goed in het vizier is. En dat is nu onze belangrijke uitdaging om de jongeren wel in het vizier uh, te houden, want alleen dan kunnen we ze helpen. Helder, ja. We gaan uh, uh, naar een, een, een ervaringsexpert uh, uit het veld. Uh, en dat is uh, jongerenwerker Theresa Bossenbroek... van MDT, Maatschappelijke Diensttijd op Zuid in Rotterdam. En zij deelt haar ervaringen met jongeren in deze tijd... en heeft ook een vraag voor jullie. Ik ben projectleider bij MDT op Zuid... En wij zijn een project gericht op jongeren in Rotterdam-Zuid uh, die wij proberen te ondersteunen in talentontwikkeling. We hebben een taalmaatjesproject waarbij we een vrijwilliger koppelen aan een nieuwkomer, een statushouder. Uh, en deze schrijven met z'n tweeën een brief naar een oudere in de hoop dat zij ook weer terugschrijven. Wat wij eigenlijk zien bij MDT is dat we twee groepen hebben, twee groepen jongeren. Eén groep die zich heel graag in wil zetten voor anderen en die eigenlijk ja, zijn mouwen op wil stropen en aan de slag wil gaan... En je ziet ook een groep uh, ja, die eigenlijk een beetje wegvalt, waarbij je een moeilijk contact kan krijgen, die bang zijn voor corona, die, die je gewoon niet veel kan spreken. Um, en mijn vraag uh, voor Eveline is eigenlijk, hè, die jongeren die nu zich heel erg inzetten krijgen heel veel aandacht, wat ze ook verdienen, um, maar die groep die nu minder inzicht heeft en die wat, ja, wat kwetsbare groep, hoe kunnen wij die meer gaan betrekken en ook straks, mocht corona voorbij zijn, uh, hoe kunnen zij die achterstand in gaan halen? Ja, inderdaad, een hele moeilijke vraag. Je noemde ook al heel even iets van, uh, sommige zijn misschien niet helemaal uh, zichtbaar. Hoe kunnen we ze toch helpen en ook straks als dit allemaal voorbij is, uh, voorkomen dat ze, dat ze nog achter blijven lopen? Ja, dit is dus precies waarom mensen als Terza zo ontzettend belangrijk zijn. Dit zijn echt de vitale mensen nu, vitale beroepen in onze samenleving. Uh, want zij, uh, zij ziet die, ook de jongeren die, die niet zo goed kunnen meekomen. Uh, dus ze heeft ze, ze heeft ze in het uh, vizier. Um, en ik denk, er zijn eigenlijk twee dingen die ik hierover uh, wil zeggen. Uh, het eerste is, het is natuurlijk heel mooi dat ze zo'n project maakt om die twee groepen ook met elkaar te kunnen verbinden. Uh, dus soms de jongeren die niet zo goed meedoen, die willen misschien wel, maar die weten niet hoe. Of die het een beetje raar of uh, en misschien kan de ene groep jongeren de andere groep jongeren toch op een of andere manier helpen, want jongeren zijn ook heel gevoelig voor groepsdruk, dus mogelijk kunnen ze elkaar op een of andere manier toch uh, versterken uh, zodat ze er allebei beter uitkomen. Dus pak je eigenlijk normaal zeggen we groepsdruk, dat is niet zo goed of zo, maar dat is eigenlijk een positieve manier om groepsdruk in te zetten. Ja, ja goed dat je dat zegt, want dat, dat weten we eigenlijk al heel lang hoor, uit het onderzoek dat groepsdruk ook heel positief kan werken op heel veel niveaus. Eigenlijk, dus uh, ja, nee, dat kan absoluut. Maar het tweede is, um, kijk, jongeren die kunnen dit niet alleen. Uh, dit is precies wat ik bedoelde met dat idee van veerkracht in alle lagen van de samenleving. Ze hebben TERSA, dat is fantastisch. Maar er is eigenlijk meer nodig op meer niveaus uh, om toch de jongeren wat handvatten te uh, geven. Uh, want bijvoorbeeld, uh, uh, ja, hoe kunnen we nou voor zorgen dat deze jongeren samenwerken met de TERSA, met de ouders, met de gemeente, met de regering misschien wel. Want we hebben bijvoorbeeld een corona uh, dashboard om besmettingen bij te houden. Maar zouden we niet eigenlijk ook een soort gedragsdashboard moeten hebben... zodat we weten van, oh, wat, wat kan er wel en wat kan er niet? Uh, en, en wat zijn dan tips uh, met hoe ik uh, hiermee om kan gaan... als het me even niet zo goed uh, lukt? Uh, dat zou toch mogelijk moeten zijn om dat gezamenlijk uh, te maken? En wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, wat voor gedragstips of, of, of hulp zou erop kunnen staan? Kan je een voorbeeld geven? Nou, je kunt bijvoorbeeld iedere dag ook uh, daar iets uh, nieuws opzetten... aan tips wat je die dag kunt doen. Uh, je kunt zeggen, nu staat het er op deze manier voor in de samenleving. Uh, dit kan even niet... Maar maar dit kan wel. Uh, wil je ergens bij aansluiten? Dit zijn de manieren waarop je erbij kunt aansluiten. En, en dat bestaat wel hapsnap in Nederland over verschillende initiatieven. Maar hier vind ik ook echt: heb je een veerkrachtige overheid nodig? Hè? Die zegt van: wij pakken dit op. Wij gaan ervoor zorgen dat dit er komt. Uh, en we gaan met al deze lagen samenwerken. En dan ook met de jongeren samen het vormgeven. Uh, want deze groep hebben we nodig ook uh, in de toekomst. Ja. Mooie idee, lijkt me. Lisanne, wat hoor jij daarvan terug bij de jongerenpanels waarmee jullie ook in gesprek gaan? Nou, jongeren willen dat ook echt ontzettend graag. Ze willen heel graag um, meedenken. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de website thuisbesmet.nl. Is, die is echt opgericht door en voor jongeren, waarin ze echt kijken van, nou, wat zijn de uitwerkingen van uh, maatregelen nou voor jongeren die bijvoorbeeld in studentenhuizen wonen? En wat kunnen we nu wel doen? En wat, waarom is het zo belangrijk dat wij elkaar steunen en dat we elkaar oproepen? Dus uh, ja, ik zou zeggen. Zeggen, betrek jongeren erbij, want ze zitten daar vol ideeën over. Ja, mooi, mooi gevonden. Maar eerst de afsluiting van deze sessie gaan we naar de takeaways. Ja, ja drie takeaways wil ik graag noemen. De eerste is, um, weet je, niet iedereen is altijd zichtbaar. Dus laten we ook heel goed opletten wie er onder de radar blijven en de jongeren die het moeilijk hebben, maar die we niet zien, zichtbaar maken. Mm -hmm. um, of in, ja, in ieder geval hulp bieden. Uh, het tweede is uh, veerkracht. Zit niet alleen in een persoon. Zit in alle lagen eromheen. Dus dat is ook heel erg belangrijk om uh, dat mee te nemen. Uh, en de derde is: ja, we hebben zo'n mooi corona-dashboard voor besmettingen. Uh, kunnen we niet ook nadenken over een uh, dashboard voor uh, gedrag? Uh, wat kan er wel en wat kan er niet? En dat die dan samen met jongeren uh, wordt gemaakt. Helder. Ja, dankjewel voor deze drie takeaways. Dankjewel voor het kijken naar deze sessie. Wil je nou meer weten, kijk dan ook de andere sessies terug.